Marko Fajnovic, als invaller in het veld in de rust, welke taken kreeg jij mee van de trainer? Dat we er fel op moesten zitten, hoog druk zetten, gaan voetballen en gaan winnen. Ja, want welke eerste helft heb jij vanaf de bank gezien? Een moeizame eerste helft, waar we weinig kansen creëerden. Dus ja, een moeizame eerste helft. Ja, dan kijk je vanaf de bank toe. En was het tempo dan net iets te laag om er doorheen te voetballen? Ja, dan ga ik denk ik de trainer napraten. Maar inderdaad, ik denk dat de tempo te laag was. Dat we te weinig risico namen. Dat we wat hoger druk konden en mochten zetten. Met alle respect van Topos. Denk ik dat wij de betere ploeg zijn. Omdat je ze gelijk onder druk kan en moet zetten. En dat hebben we gelukkig de tweede helft wel goed gedaan. Ja, dan wordt het al heel snel 1-0. Fantastisch doelpunt van Regino. Ja, zeker weten. Hoe mooi is dat voor hem? Ja, fantastisch. Ik ben echt blij voor hem. Hij werkt er hard voor. Dan is het gewoon fijn als hij dan invalt en zo kan scoren. Ja, dan is het genieten. Ja, vervolgens was jij belangrijk. Want volgens mij was jij de man die de 2-0 voorgaf, toch? Ja, dat klopt ook. Dus de invallers hebben goed hun werk gedaan. Zeker, zeker. Op een gegeven moment de tweede helft, dan krijg je ook meer ruimte om te voetballen. Is dat dan ook lekker voor jullie als voetballende ploeg? Zeker, maar ja, eerst moet je dat creëren. Dat hebben we gecreëerd door te scoren, gelukkig heel snel. Dus dat dwing je zelf af. En dan is het inderdaad heel fijn dat de ruimtes groter worden, want zij moeten. En dan is het voor ons als voetballenploeg zeker lekker dat die ruimtes komen. Dacht je na de 3-0 van, hij is nu echt binnen? Nou, ik moet zeggen, eigenlijk na de 2-0 had ik al het gevoel dat het echt heel goed zat. Hoe we druk zetten, hoe we aanvielen, de kansen die we creëerden en maakten. Dus na de 2-0 dacht ik al van, dit zit goed. En natuurlijk betekent niet dat je dan rustig aan mag doen. En dat hebben we denk ik ook laten zien. Ja, want ook na 3-1 raakten jullie niet in paniek, toch? Nee, zeker niet. Nee. En uiteindelijk dan de 4-1. Fantastisch ja, treffen fantastisch van jou, goal, toch? Ja, ik ook. Ja, dankjewel. Dacht je gelijk van, ik haal uit? Ja, ik zag hem aankomen en ja, op dat moment het enige wat dan gaat van afmaken en ja, zat er lekker in. Ja, hoe lekker is dat voor jou persoonlijk? Heerlijk. Nou, het is voor niemand een raar als ik zeg dat het een mindere periode is als je op de bank zit. Een nare periode zelfs, want als voetballer wil je altijd spelen. Dus dan is het voor mij hartstikke fijn als je zo invalt en ook zo'n doelpunt maakt. Toch wel het idee dat jij er altijd goed mee om bent gegaan en altijd alles hebt gegeven. Zeker, maar dat is voetbal. Je moet altijd alles geven. Je moet je moment afwachten, je kans afwachten en die pakken. En ik denk dat we die wel gepakt hebben. Ja, uiteindelijk wordt het 5-1. Een mooi feestje met het publiek, want ja, die waren ook in grote getalen aanwezig. Tuurlijk. Het is fantastisch als je ziet hoe ze ons steunen. En dat we dan aan het eind van de wedstrijd met hun een feestje kunnen vieren, daar zit iedereen op te wachten. Ja, er komt nu een belangrijke serie natuurlijk weer aan richting het einde van het seizoen. Ja, volgens mij zitten jullie echt in een goede vorm nu, toch? Ja, zolang je wint zit je in een goede vorm. Dus nee, we zitten goed. Ik denk dat er natuurlijk genoeg punten zijn wat we kunnen verbeteren. Maar we zitten er goed in. We zijn een hecht team. We werken hard voor elkaar. Je ziet ook dat we niet alleen 11 spelers hebben, maar dat we ook een aardige bank hebben die het verschil kan maken. En dat we daarop verder kunnen teren, zeker. Top. Geniet van de avond en succes komende week. Dank je.